Allee jongens, eventjes voordat de video begint. Dit is even wat er eerst is gebeurd. Ik loop hier langs mijn strand. En de Gulliver ligt hier gewoon. Het is nog geen dag verder. Maar we gaan even praten met hem. Oh ja, Link zit trouwens ook in de call. Hallo Link. Hallo. Ik ga zo over naar jouw eiland, want ik wil even jouw motman nog. Ja, ik mag hem niet. Nou, bevrijd hem even uit zijn kooi. Hij is er al uit. Hij loopt met een sandwich. Oké, ik praat nu eventjes 300 keer met meneer Gulliver die dronken is. Bereid je voor op oplastdieren uit te werpen. Oh nee. Over, nee, over. Loop maar van de plank. Je denkt zo slim te zijn. Word wakker. Ober, zit zout in mijn water. Schiet nou op, man. Wie staat er aan het roer? Nee, nog 5 minuutjes. Oké, nou moet hij wakker worden. Humph. Ja, hij is wakker. He did it. Is mijn pizza met augurk er eindelijk? Ik heb je online fooi al gegeven. Wacht, ik zie je. Ik heb helemaal geen pizza. Waar ben ik? Wie ben jij? Wie ben ik? Oh, wacht, dan weet ik wel. Ik ben niemand anders dan Gulliver, de zeevarende zeemeeuw van de zeven zeeën. Ben jij degene die me zo aan het porren was? Bedankt dat je me wakker hebt gemaakt. Die smakelijke hallucinaties willen me nog wel eens besluipen. Kun je me over het hart strijken en deze doordenkte vogel vergeven? Ik zal die lege uitdrukking van je maar als een ja beschouwen. Lege uitdrukking! Had ik maar emoties. Zo te zien ben ik... Ja, het is echt sad. Zo te zien ben ik weer in slaap gesukkeld en overboord gekukeld. Een charmante karaktereigenschap van me. Mijn scheepsmaten zijn een dolp als ik weer eens te water ga. Geen zorgen, de jongens komen me zo redden. Ik heb namelijk een troef achter de vleugel. Ik vraag gewoon om hulp met mijn superhandige... Oh nee! Goedenavond! Mijn superhandige marifoon is kapot. Kijk niet zo glazig, landrot. Dit is een watertelefoon. Dit is niet super en al helemaal niet handig. Alle sardientjes, hij heeft het loodje gelegd. Zo te zien ontbreken er ook nog een aantal marifoon-onderdelen. Dat betekent dat ik moet wachten tot de bemanning me uit zichzelf vindt. Dat zou nog wel even kunnen duren. En mijn nautische woordgrappen beginnen nu al op te raken. Kun jij me helpen bij je zoektocht naar mijn marifoon-onderdelen? Ik help je wel. Echt? Wauw! Ik ga hem gewoon helpen, joh! Gozertje, ben je dan een dreamgeek? Echt zo. De laatste keer dat ik zo vriendelijk werd onthaald was toen ik aanspoelde bij Blijmuiden. Fucking Blijmuiden! De marifoon-onderdelen moeten ergens in het zand begraven liggen. Ik mis er nog 5. Als ik ze terug heb, zal ik alle onderdelen weer in mijn marifoon proberen te proppen. Ik weet zeker dat mijn scheepsmaten me zoeken, dus ik blijf hier nog even uiterlijk staan. Ik laat de zoektocht aan jou over. Ik heb alle vertrouwen in je partner. Ik moet wel. Oké, gelukkig weet ik al die marifoon dingetjes wat te vinden, want ze spannen in van die gaatjes. Let's boogie woogie. Ik moet er 5 hebben, Jones. Ja, ik moet er 5 hebben. Ik ga ze even opgaven, Link. Ik heb er al 1 gevonden. Oh. Een marifoon onderdeel. Maar die zakken zitten vol. Oh, chips. Oké, laat ik even al die baarsen gaan. Oh, ik zit niet dicht genoeg bij het water. Ik heb trouwens op Link's eiland een lieveheersbeestje en een blauwe driehoek gevangen. Heb je een lieveheersbeestje gejat? Ja. Je hebt trouwens nog steeds een ladder en een dingetje, hè? Oh ja, shit. Ik heb die ladder, ja. Nee, die moet je wel droppen. Ja, die ladder die verkoop ik wel even. Die hebben we trouwens, voor als jullie ze afvragen waarom ik een ladder heb. We hebben Link's kanaal. Ze hebben een leuke video opgenomen waarin we gingen hide en seeken. Nou, lekker verstoppertje gedaan. Even verstoppen, ja. Dus dat was wel geinig. Dus als jullie dat willen zien, moet je maar even naar het kanaal van Link. Maar ik zal die ladder zo meteen wel even verpatsen. Dat is wel zo ver. Wel een beetje een progressiedingetje. Ja, dat is echt een progressiedingetje. Ik die maak eventjes voor je, zodat je er gewoon lekker heen en weer kan gaan. Ik heb legit net de polstok. Ik heb meer marifoononderdelen nodig, maar die stomme gaten in het zand spannen niet. En er is er eentje. Hop. Ik ben maar sprinkhanen aan het vangen hier. Ik heb er al 3, Link. I'm going strong. En strong. Trouwens, in de laatste aflevering, jongens, was ik nog op zoek naar 2 dieren voor het museum. En die heb ik inmiddels allebei gevonden. Dus het museum wordt gemaakt. Dus waarschijnlijk, als ik dit marifoon gedeelte heb afgerond en bij Link ben geweest, dan springen we even naar de volgende dag. En dan kunnen we even kijken hoe het museum ervoor staat. Het duurt 2 dagen tot dit er is. Dat weet ik. Maar dan kan ik wel even kijken naar de tent. Hebben we er al 5? Ja, we hebben al 5 marifoon onderdelen. Nou, dan brengen we die even terug naar Gulliver. Gulliver, mijn gevederde vriend. Ik heb zojuist al jouw marifoon-onderdelen gevonden. Alsjeblieft, kapitein. Hoppakee. Oh, dat zijn ze. Dat zijn zonder twijfel mijn marifoon-onderdelen. Kom hier, kleine onruststokers. Hij is helemaal blij, hoor. Dit doet een dansje. Mooi. Oh, Jozeke wespen. Oh, nee. Ga ze vangen. Eens zien of ik ze nu een bericht kan versturen. Hij gaat een berichtje versturen. Er zit wel een dikke barst in zijn schermpje, joh. Potverdorie. Hoi daar, bemanning. Met mij, jullie broer van een andere roer. Luister, het is weer gebeurd. Kunnen jullie mij komen oppikken? Broer van een andere roer! Ik stuur mijn coördinaten nu door. Gulliver over en uit. Zo, dat is geregeld. Je bent geweldig. Bedankt voor je hulp. Ik beloof dat ik je hiervoor zal belonen. Zorg dat hij over een paar dagen je post controleert. Ik ga je iets sturen dat je van je flippers zal blazen. Dan moet je wel even flippers aantrekken voordat je het pakje openmaakt, oké? Hoera, ik ben gered. Nu rest mij nog ongeduldig heen en weer ijsberen over het strand. Nou, daar ga ik dan.
Nou, de man gaat onrustig heen en weer ijsberen over het strand. Terwijl ik over een paar dagen zijn mooie pakketje krijg. Leuk. Hé, hey, ik verpats eventjes snel mijn inventory en dan kom ik naar je toe, Link. Gezellig. Even die ladder verpatsen. En verpatsen. Weet je, bij mij is die... Je weet dat die mannetjes, die, die kleine beertjes, die wasbeertjes... Die hebben rat achter je aan. Oh ja, ja. Die staan ze letterlijk 1,5 meter van elkaar weg. Oh, wat? Ik weet niet. Ze houden letterlijk ook aan de afspraak. Dat zou een meme kunnen zijn. Dat is van de game. Dat ze dat doen. Oh, ik moet trouwens nog even kijken bij het museum of ik deze al gedoneerd heb. Oh, dat kan niet, ik kan niet meer doneren, laat maar. Dan verpats ik ze wel gewoon allemaal. Ik kan ze even voor het museum even neerzetten op de grond. Ja, kan, maar ik weet niet welke ik nog wel niet heb. Dus ik verkoop ze wel. Het zijn allemaal kleine visjes die ik wel vaker vang, dus. 11.000 klingels, joh. Potverdorie, dat is veel. Komt u maar. Raad wel een vlucht naar Pisseland. Wil je daarheen? Vliegen maar. Dan gaan we naar eiland Pisseland, dames en heren. Dit is de eerste keer dat ik trouwens naar een ander eiland ga met video. Hier spreekt de piloot. We komen zo aan op Pisseland, dus bereid je voor op de landing. Zet je rugleuning rechtop en zorg dat je gordel is vastgemaakt. Weet je wat die Pisseland heet? Nou? Ik kan van pissen bedden. Ah. Ik zie een mooie duif daar al onder die boom. Duif. En ik zie daar een pop zitten. Dat is wel een beetje creepy. Die pop heb ik net niet gezien. Ja, een beetje eng, Link. Ik weet niet wat jij met je eiland aan het doen bent, maar je hebt wel mooie roze bomen, gotta admit. Ja, dat is zeker waar. Daar ben ik. Ik heb trouwens ook al een peren in mijn inventory. Die heb ik even geplukt hier al, want Link heeft perenbomen op zijn eiland. Hij jat het gewoon meteen van mij. Je kijkt een mooi peertje. Oh, ik zie ook al een appeltje. Die gaan we ook even pakken. Heb je ook nog kers of niet? Kers, dat is mijn eilandvrucht. Oh. Maar ik heb nu wel appels en peren, dus dat zijn alweer twee complete... Heb je ook kokosnoot al? Kokosnoot heb ik wel. Ik mis alleen nog sinaasappels. Oh, die heb ik ook al. Moet je even mee naar huis gaan. Nou, ik sta nu bij het huis van de mot, Link. Gast, haal hem weg. Nu. Ja, jij moet dat ding weghalen, maar dat kan niet, want ik ben... Oh, je zou het weghalen. Oh, Link. Wacht, misschien is... Wacht, hij is voor mij nog ergens buiten aan het lopen. Is dat zo? Ja. Nee. Ik heb een gevoel dat hij binnen zit. Ik kan je wel dit weg alvast geven. Is je ladder terug. Yes, dankjewel. Alsjeblieft. Oh, ik heb geen ruimte, chips. Oh, nee. Drop wat moois. Joost, dan mag jij... En dan release ik hem. Chips. Oh. Hier. Een wespennest. Daar kan ik een mooi medicijn van maken. Ik heb trouwens ook deze postfles gevonden, jongens. Die ga ik hem even openmaken. Aan wie dit ook mogen lezen. Tijdens mijn wandeling kwam ik het doe-het-zelf idee tot me als een frisse avondbries. Fantastische ideeën zijn er om gedeeld te worden, nietwaar? Hopelijk brengt dit plan tot leven. Hoogachtend, Tipper. Nou, Tipper, wat heb je voor me? Gouden servies? Wat heb ik nou weer een goud servies, man? Nou, oké. Okay. Ik heb blijkbaar het doe-het-zelf-plan voor een goud servies geleerd, jongens. Potverdorie. Nou, waar sta je te zwaaien, jongeman? Nee, bij de brug stond ik. Nou, ik zie je zwaaien. Yes. Nice. Hey, makkertje. Hoe is het leven? Hallo! Hij schreeuwt echt naar me, joh. Wat een gekke man. Ik zie, hij schreeuwt gewoon. Heb ik je laten schrikken? Nou, eigenlijk wel een beetje. Als ik enthousiast ben, word ik soms iets te luid. Sorry daarvoor. Je bent hier op visite. Cool, man. Ik ben Mot. Eigenlijk ben ik hier nog best nieuw. Is hij nieuw, though? Ja, zoals bij het begin was hij met me meegegaan. Ik wil graag een trainingsmaatje van een ander eiland. Oké, ik blijf met hem praten. Hola, bijna mijn creativiteit verzwinkt. En wat vind je ervan? Maar wat is het? Wat denk je? Ik heb een bamboe xylofoon gemaakt. Wat een man, joh. Ik was laat in het jok en een 1,20 meter en dan kreeg ik een inspiratieklap. Of was het een man met een hamer? Waar heeft hij het nou over, joh? Ja, dat weet ik dus niet. Dan wil ik hem weg hebben. Ja, ga me leren hoe ik een bamboekxylofoon moet maken. Dat is wel geinig. Nee, Joost, dat is niet de bedoeling. Jawel, geef hem gewoon aan me. Kijk nou. Hij heeft me gewoon geleerd hoe ik een bamboekxylofoon moet maken. Wat een geese. Zullen we kletsen? Dan gaan we. Ben je al bij Nook's hok geweest? Ze barsten van coole dingen. Ja, dat boeit me helemaal niks, joh. Oké, laat ik eerst even zijn... Ik ga even de xylofoon leren. Dan heb ik... Misschien dat hij dan blij wordt van me. Dat ik het echt geleerd heb. Nou, hoppakee. Dan wil ik wel even weten wat het is eigenlijk. Kun je muziek mee maken? Ik denk het wel. Dat is wel geinig dan. Oh nee, nee. Het is iets wat je neerzet. Oké, je hebt bamboestok en hout nodig. Nou, boeien. Hey, Motman. Kom eens even. Wat kan ik voor je betekenen? Tijd om te babbelen.
Wist je al dat de titel van Nezuko, moet je horen, Pocket Oma. Nezuko. Pocket Oma. Pocket Oma, ja, dat ben ik. Mega cool. Ik weet niet hoeveel vrachtwagens heeft moeten heffen om die titel te verdienen. Ja, maar ik verdubbel het. Wow, deze man. Je wilt vast meer weten over krachttraining. Hoe kan ik hem overlullen, Link? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij moet je hem gewoon meerdere malen bezoeken. Dat is volgens mij de ding. Ik wil hem niet meer, Joost. Wat hij weggaat. Ja, hij praat over zijn bedden en shit. Het is echt ongelofelijk. Het boeit me helemaal geen hol. Nee, precies. Mij ook niet. Maar blijf maar doorgaan. Ik ga maar van de andere kant benaderen. Hij is even bezig. We moeten hem even laten uitdenken, Link. Hij is eventjes midden in een denkfase. Joost, ik ben aan het viben. Ja, ik zie dat je aan het viben bent. Ik kan dat nog niet. Hier. Ik laat even mijn lieve eerstbeestje aan je zien. Nou, dat is heel lief beestje. Ja, dat is wel lief, hè. Dat is een woordgrap. Ja, ik heb nog geen vibe check. Dat kan ik nog niet. Ik kan het viben. Joost is heel klaar voor na. Oh, ik mocht zijn kast niet even in. Even gluren. Er zit niks in. Ik mocht zijn kast niet in. Ik mocht er wel in. Hij mag me nu al midden jou. Hij zou verschillende bas moeten drinken. Ik heb bas moeten opnoemen, maar hij krijgt het in de war. Ja, ik kan nu niks meer doen, Link. Ik denk dat ik eventjes morgen terug moet komen. Zeg maar even een dag later. Oké. Of dan moet ik gewoon een aantal dagen met hem praten. Dat is denk ik de truc. Ik hoop het. Oké, nou, we gaan er wel vandoor. Doei, Motman. Tot morgen. Als we nu weer naar binnen gaan. Ja, dat kunnen we wel proberen. Even kijken of we eruit en erin gaan. Misschien werkt dat. Net als seks, weet je wel. Oké, ik heb het gedaan. Nou, ik heb met hem gepraat. Het is ook Gucci Town. Ik ga het morgen nog een keer proberen, Link. Nou, dat is helemaal goed. Even zo'n relatie, dat is niet eens in één keer, hè. Dat moet je even opbouwen. Nee, maar hij heeft hem al één dag heeft mij al verpest. Ja, dat is waar. Nou, goed. Bedankt. Hé, hey, jij bedankt, joh. Joe. Joe. Oké, dames en heren. Nu begint de video echt. Jullie hebben even het beginnetje gezien. Wat best wel intens was. Want we hebben in de avond nog even wat dingen gedaan. Ik heb even met Mod gepraat natuurlijk. De villager op het eiland van Link. En hopelijk gaat hij binnenkort naar mijn eiland. En ik heb natuurlijk Gulliver zijn leven gered, zeg maar. Op mijn eiland. Maar ik heb dus eigenlijk al een beetje gespeeld vandaag. Want ik vind het spel gewoon heel leuk. En ik wil gewoon graag wat dingen doen. Dus ik kan jullie wel weer even meenemen met wat ik allemaal heb gedaan. Allereerst, ik heb een mondkapje om. Want... you know why. Ik heb dit ding gekregen uit een cadeautje. Dat is leuk. En we hebben wat berichten. Eens even kijken. Ik had wel de Nook Mouse programma dingetjes opengemaakt. Ik weet niet meer precies waar het over dat was. Maar dit is het berichtje van Gulliver. Laat ik eventjes het cadeautje van hem in mijn zak steken. Want ik weet nog niet wat het is. En ik heb deze brief gekregen van Daisy May. Ik kom elke zondag naar jullie eiland om knollen te verkopen aan jullie. Net als mijn oma vroeger. Tot snel allemaal, Daisy May. Knollen. Dames en heren, knollen komen op mijn eiland. Elke zondag worden ze verkocht. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik zondag aanstaande actief ben om die knollen te kunnen kopen. Want die knollen zijn een soort van aandelen. De knollen zijn elke dag op een andere prijs. Dus als ik ze dan koop zondag voor een bepaalde prijs, kunnen ze een dag later misschien meer of minder waard zijn. Dus ik moet die knollen houden en dan kan ik ze daarna voor meer verkopen. Dat is eigenlijk het idee. Maar ik moet er wel goed op letten, want knollen kunnen op een gegeven moment ook verrot raken. En dat zou natuurlijk zonde zijn, want dan hebben we er eigenlijk helemaal niks meer aan. Dit is in ieder geval mijn huisje, hoe het er nu uitziet. Ik weet niet of ik dit al had laten zien, maar... there we go. Ik heb een nieuw behangetje. Dus heb ik van Nikki gekregen. Die heeft dit behangetje gekregen van een of andere behang-trader die bij haar op het eiland loopt. Die moeten wij nog krijgen, maar... voor mij is dit het. Ik heb een enorme beer. En ik heb een mooie vlinder hier staan. En ik heb trouwens ook een mooie kooikarp. Ik denk dat ik die vlinder even oppak. Want die heb ik letterlijk net opgevist. Even een tijdje terug. Even kijken. Oh ja. Kooikarpetje. Nee, dat is geen kooikarpetje. Hier zit een kooikarpetje. Even kijken. Hier plaatsen. En boom! Kooikarpetje, look at him! Is toch nice? Is een cutie! Ik hem even draaien. En there we go, dat is hoe ik hem neer wil zetten. Zo, kooikarpetje, look at him! Uiteindelijk gaan we hem wel aan het museum doneren, maar voor nu staat hij hier wel mooi.
Dus even kijken, wat heb ik nog meer voor spullen? Oh ja, ik heb heel veel wastobbes gemaakt. Voor als je afvraagt waarom. Maar aangezien het winkeltje nu af is, heb je een soort van ding. Dat is de dagtopper. En dan krijg je dus elke dag is er iets wat heel veel geld waard is. En vandaag was dat een wastobbe. Dus dat is cool. We hebben een cadeautje gehad van Gulliver. En het zijn een Sphinx. Oké. Hebben we nou een Sphinx gekregen van Gulliver? Oké, let me poeder. Er is niet genoeg plek. Zal die net zo groot zijn als... zal die net zo groot zijn als de beer? What the frick, man? Wat is dit? Het is legit gewoon een Egyptische Sphinx. Oké. Sure. Even kijken wat wij in ons inventory hebben. Ja, we hebben nog een scheidingswandje. Nou, die hadden we al. We hebben 3 fossielen hier, oh. Moet ik nog laten testen. Alleen het museum is nu in een soort van aanbouwfase. Dus we kunnen niks in het museum doen. Morgen, in de video van morgen, is het museum af. En dan kunnen we daar weer in. We hebben een roestig onderdeel. Die had ik uit een doos gehaald. Laten wij ook... Oh ja, ik heb deze jongen. Ik heb de riemvis. Laten zien. Look at this. Look at this bad boy, dames en heren. Dat is een thumbnail. There we go. Ja, ik heb die riemvis gevangen. Jammer dat ik het niet op beeld heb staan, maar ik was gewoon een beetje casual aan het vissen. En in één keer, boom, riemvis. Nou goed, die heb ik dus gevangen. Daar ben ik ook wel blij mee. Hou ik lekker in mijn inventory totdat het museum open gaat. En dan kan ik hem aan hem geven. Dus dat is erg nice. Ik vind het wel een episch ding om ook gewoon op zak te hebben. Om gewoon casual eens te laten zien. Ja, hier. Dit is de hoek. Dit is de Nookshoek. Die is nu klaar. Dat is de winkel. Dus daar kunnen we wel eventjes een koenkje loeren. Kan ik even aan jullie laten zien hoe de winkel in elkaar zit. Ik heb natuurlijk al de hele dag gespeeld, dus ik moet even goed onthouden van... wat heb ik wel en wat heb ik nog niet laten zien aan jullie. Maar de winkel is volgens mij nog niet laten zien aan jullie. Dus laten we even kijken. Hier is dus de kosten van de knollen. Dan laat hij weten hoe duur de knollen zijn. En ik weet dus dat de dagtopper is dus de wastobbe. En die is nu 2 keer zoveel waard, dus die ga ik lekker aan ze verkopen. Wastobbes. En ik heb... Zo, die 2 eventjes niet, want die moeten nog naar het museum. Dus die bewaar ik eventjes. Dus alsjeblieft, wat een boel moois heb je daar. Zonder te vergeten dat de dagtop is dubbelteller natuurlijk. Hij zei het al. En kijk eens eventjes, een goede bijna 9000 klingels in de ponket. Daar gaan we. Hoppakee, we did it. Nou, in ieder geval, we kunnen hier al een desk kopen. Wat op zich wel een mooie desk is. Hoe duur kost die desk? Huiswerkbureau. Een beperkt aanvalbaan, 7000 klingels dood. Dat is wel veel voor een bureautje, moet ik even zeggen. Maar het is wel een mooi bureautje, maar ik denk dat het... Ik skip hem. Ik skip op het bureautje. Wat ik wel wil kopen is namelijk iets in deze kast. Even kijken. Dit is wat je vandaag nodig hebt, een heleboel. Oké, wat heeft dit te kopen? Een breekbare hengel. Alle same old, same old. Mooie paraplu, partypoppers. Bloempjes, maar ik zag hier wat. Ja, dit hier, de doe-het-zelf-proef. Ik weet niet wat het is. Oh, het zijn meerdere doe-het-zelf-plannen. Oké. Dan gaan wij die even kopen. Het is al een dure jongen, maar ik ga het doen. Ik ben benieuwd wat voor doe-het-zelf-plannen we daaruit krijgen. Dus give it to me. Hij doet het helemaal op mijn ding, joh, op mijn telefoon. Doe maar even. Zo, dat was dat. Hopelijk haal je nieuwe plannen nog meer plezier uit het doe-het-zelf-leven. Had je nog iets anders zien wat je interesseert? Nee, dat is eigenlijk alles wel. Thanks. Dankjewel. Ik ben even benieuwd wat die plannen zijn. Ze staan wel heel dichtbij me, joh. Ik word een beetje nerveus van ze. Oké, chips. We hebben de mini-werkbank. Nice. Die wilde ik al graag in mijn huis zetten. We hebben een houtblokstoel. We hebben een houtblokkast. Houtblokstereo. Schommelstoel. Een spelletje zo te zien, een ringwerpspel en een schommelbank. Het mooie is, deze kun je uiteindelijk volgens mij decoreren van wat ik weet. Dus dat is heel sick. Maar die werkbank wil ik wel graag in mijn huis hebben. En die boekenkast ook wel. Maar die maak ik wel eventjes in mijn eigen tijd. Lijkt me niet zo leuk om dat in de video te doen. We gaan er weer vandoor. Tot ziens jongens. Bedankt voor jullie hulp in de winkel. En nu hebben jullie ook de winkel weer gezien, dus dat is very nice. Trouwens, we kunnen zo wel eventjes naar Link's Island toe, want ik moet nog eventjes met de mod praten. Ik heb gisteren natuurlijk aan het begin van deze video al met de mod gepraat. En ik moet vandaag ook weer met de mod praten. The mod will be mine. Oké, we gaan eventjes met Tom praten. Tom, heb jij nog wat te melden aan ons? Hallo, waar wil je over praten? Ik ben een en een oor. Wat kan ik doen? Tijd voor een ceremonie? Waar hebben wij een ceremonie voor nodig, jongens? De opening van Nookshoeks, die moet natuurlijk feestelijk gevierd worden, joh. Is ook zo. Dat was ik helemaal vergeten. Elke opening en elke mooie opening, daar moet een ceremonie voor gehouden worden. Dus daar gaan we. Kijk nou eens eventjes. Welkom bij de openingsceremonie van Nookshoek. Wat blij allemaal, jongens. Dank ik jullie wel. Jonesland begon als een onbewoond eiland. Er was hier niet zoveel, maar nu begint het langzaam te groeien dankzij de onvermoeide inspanning van... Nou, van mij eigenlijk alleen van mij. Ik wil Timmy en Tommy graag het woord geven als vertegenwoordigers van Nookshoek. Timmy, Tommy, het woord is aan jullie. Wat hebben ze te vertellen? Dank jullie wel, Jonesland. Dankzij jullie hebben we een degelijke winkel kunnen openen. Mijn broer en ik zullen hard werken om een geweldige winkel van te maken. We hopen jullie er te zien.
Kijk ze nou helemaal. Oh, ze zijn helemaal aan het blozen, joh. Maar nu het woord aan iemand die een enorme bijdrage aan de bouw van Nuuk heeft geleverd. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan je boy. Onze eilandwoordvoerder. Wil je nog eens toevoegen, Jones? Lekker bezig. You guys did it. Jullie konden mijn mond niet zien, want het is corona time. Dit is geen anderhalve meter afstand, hoor. Ik durf te zwennen dat alleen Canberra hier, oh. De enige is die hun netjes even afstand houdt, maar voor de rest niet echt. Laten we met z'n allen deze ceremonie tot een einde brengen. Voor degene die het aandenken van de foto willen nemen... Daar gaan we. Nou goed dan. Met goede hoop op de groei van Jonesland en ter ere van Nuukzoek. Hoera! En... Woe! Is dat een... Ah, dat was al een screenshotje. Ah, ik was te laat. Maar oké, okay, whatever. Bedankt allemaal. Tot zover onze ceremonie. Wel thuis. We did it, dames en heren. We hebben een ceremonie gehouden voor de opening van de Nuukzoek. Heel belangrijk. Om dat te kunnen vieren. Oké, okay, nu ik toch hier buiten sta. Ik ga eerst even snel langs het eiland van Link. Want ik wil eventjes met zijn bewoner, eilandbewoner, praten. En dan gaan we wel weer verder met ons avontuur. Dan zijn we weer, jongens, in het prachtige... Hij heeft een vlag van de... Wauw, hij heeft een vlag van de duif. We zijn weer in het prachtige Pisseland. Daar wordt daarvoor wat gemaakt, zie je dat? Eetje, joh. Hij heeft echt heel veel dingen daar bij de ingang neergezet. Jongen, die Link. Zijn eiland is elke keer weer anders. Maar goed, we arrived in Pisseland. Ik ben benieuwd of wij vandaag... De man kunnen ompraten. Ik loop ook gewoon meteen naar zijn eiland toe. Oh wel, we hebben eerst even wat noekmaals. Wat voor noekmaals hebben wij te pakken, jongens? Eilandhoppen. Oh joh, omdat we al 10 eilandjes hebben gehopt. Kom maar met die 1000, jongen. 1000 flinke noeks. Oh, iets. De boy Link. We gaan wel even hoi zeggen tegen hem. Hoi. En dan even zwaaien. Want, oh ja, dat heb ik nou natuurlijk ook geleerd. Dat was ik helemaal vergeten te laten zien. Ik heb nu emotes. Dat ik zeg maar... ik kan dus nu bepaalde dingetjes doen. Ik kan nu zeg maar bepaalde emoties tonen. Dat is best wel cool. Oké. I'm going. Ik vraag me af van wie dit huisje is, maar zeer geinig. Links in de wereld is echt mooi belicht. Ah, hij heeft de weg alweer voor me opengemaakt. Laten we de modman overhalen om naar mijn eiland te gaan, jongens. Dag 2. Ja, voor jullie is het dezelfde video, maar voor mij is het dag 2. Er is iemand op weg hier naartoe. Oh! Ik dacht dat ik alleen was op Links eiland. God damn it. Nou moeten we die nou moeten we dit ook nog afwachten. Wie is het dan? Het is passagier en vaderbeest bij de Thomas. Thomas komt ook gewoon in dit eilandje. Ah, gezellig, joh. Het is wel toevallig. Like, legit, ik was op weg naar Link om gewoon eventjes met zijn villager te praten. En dan komt Thomas hier ook heen. Might as well. Nou, daar hebben we hem, hoor. Thomas van Appleton komt hier spelen. Hij ziet er goed uit. Hij heeft sneakers en zo. Nice. Lekker bezig, Thomas. You look good. Ik heb al lang dezelfde outfit eigenlijk. Maar ik wacht tot ik iets leukers heb gevonden om het te kunnen vervangen. Want ik vind het best wel een dope outfit die ik nu heb. Oké. Okay. Er gaat iemand weg! Bruh. Waarom ging Thomas nou weer instant weg? Dit was echt weird. Dit was echt... Oké. Okay. Ja. Nou, oké, okay, dat was Thomas. Laten we nou maar met Mod praten. Doe alsof je thuis bent. Ik wil eventjes met hem praten. Ja, het Pocket oma. Ja, rot op met je pocket oma. Het boeit me helemaal niks. Je moet met hem praten. Oh, daar heb je Link. Hoeveel moet ik met hem praten? Om hem uiteindelijk in mijn eiland te krijgen. Legit. Ik praat al de... Ja. Ja, ik vind je houten tafel prachtig. Ik vind je houten tafel heel mooi. Maar ik wil hem naar mijn eiland hebben. Ja, ik wil... De optie is er nog steeds niet. Ik weet niet hoe lang... Ik vraag me af hoe lang ik dit moet doen. Legit, ik vraag me echt af hoe lang ik dit moet doen. Ik verbrand calorieën door te praten. Ja, dat is helemaal goed, joh. Oké, we kunnen nou niet meer met hem praten. We did it. Nou. Oh. Nou, dat was hem weer voor vandaag. We gaan er weer vandoor. Op een dag wordt Modman van mij. Ik weet niet hoe vaak ik met hem moet praten. But we'll see what happens. Oké, okay, goed. Nou, tot ziens Link en zijn eiland vol beestenbende. We out of here. We back in business, boys. We back in business.
Goed, ja, Tom Nook, daar waren we mee aan het praten. Daar waren we mee bezig. Voordat ik eventjes dacht van laten we bij Link gaan om met de modman te praten. Wederom onsuccesvol. We gaan zien hoe lang we dit nog moeten volhouden. Tom Nook, jonk. Heb je nog wat tegen mij te vertellen? Hallo, hallo. Wat wil je over praten? Ik ben een en ander oor. Wat kan ik doen even over mijn huis? Trouwens, nu ik het over mijn huis heb, ik heb wel een ideetje. Kom eens even hier, Nook Station. Want als het goed is, kan ik bij de klingelautomaat... Ja, ja, ja. Ik kan mijn lening aflossen, jongens. Ik moet nog maar 10k. En dat is precies wat ik... Kan maar niks zijn met 10k. 10k is precies wat ik nog moet aflossen. Voor het aflossen van mijn hele hypotheek. We did it, jongens. Hoera, je hebt je hypotheek afbetaald. I did it. Tom Nook zal vast trots op ons zijn. Oh, hallo, Joost. Zoals gewoonlijk moet ik je weer eens van harte feliciteren. Je hebt je hypotheek helemaal afbetaald. Ik had natuurlijk niks minder verwacht, maar zulke dingen moeten gevierd worden. Het is ook een mooie gelegenheid om eens even te reflecteren op de huidige stand van zaken. Het zal vast zo zijn dat je huis op dit moment lekker knus is. Maar wat? Als het groter kon. Natuurlijk, Tom Nook gaat ons aansmeren met nog meer huis. Maar dus wel, ik kan je verzekeren dat het vergroten inderdaad tot mogelijkheden behoort. Een groter huis betekent meer ruimte voor meubels en meer opslag. Goed, ik heb je op de hoogte gesteld van wat er mogelijk is. Daar wil ik het nu bij laten. Kom vooral naar me toe als je meer wilt weten. Ik wil zeker zo weten meer weten, Tom Nook. Kom maar door, even over mijn huis. Nou, voor jouw huis zou ik aanraden om een kamer groter te maken. Daarvoor heb je een lening nodig voor 198.000 klingels. Tom Nook, vuile oplichter. Dat is zoveel geld. We gaan het gewoon doen. Want ik heb geen keus. Er is geen andere manier om mijn huis uit te breiden. En ik wil mijn huis uitbreiden. De bouw gaat beginnen. Dit is misschien een goed moment om de kleur van je dak te veranderen. Nou, op zich. Eens even kijken. Ik heb, nu heb ik lichtblauw. Zullen we voor zwart gaan? We gaan voor zwart, jongens. Ik wilde eigenlijk... Ik koos zo snel omdat ik eigenlijk mijn eerste kleur had. Was zwart. Toen ben ik voor lichtblauw gegaan. Dus nu gaan we voor zwart. Ze zullen morgen af zijn, joh. Potverdorie, we hebben morgen alweer gewoon een groter huis. En dat betekent in de aflevering van morgen. Ik wil eventjes kijken, want ik heb wat Nookmails te pakken. Eens even kijken. Uit de rode cijfers. Nou, we zijn gelijk weer terug in de rode cijfers. Dus dat is erg jammer. Zouden we het meteen weer kunnen afbetalen? Of ik weet niet of dat werkt. Of we meteen onze lening al kunnen afbetalen. Klingelautomaat. Hebben we 198k staan? Nee, nog niet. Oké, dan moet ons huis eerst voor af zijn. Dan kunnen wij het een en ander afbetalen. De Nookmails inwisselen gaan we nu eventjes doen. Want ik wil een Nookmails bonnetje. En dan gaan we daarmee eventjes op avontuur. Ik heb namelijk even een ideetje. En een tactiekje. Hoe ik misschien heel veel geld kan verdienen. Ik zag iets op Twitter wat ik wil gaan proberen. Dus dat gaan we doen. Komt u maar. Dankjewel. Mooie Nookmaalsbon. Even kijken. Ja, ik wil nog wat anders doen. Ik wilde eigenlijk aan jullie wat laten zien. Maar even kijken wat er nog meer te patsen is in het winkeltje. Ja, niks spannends. Niks spannends. Ik wil even wat laten zien hoe in de Nook catalogus. Dat is waar ik naartoe wil. Want dit is namelijk anders. We hebben nu hier onder drie categorieën waar ik dingen kan kopen die ik al eens eerder heb gekocht. Dus ik kan meubels kopen, kleding kopen en behang en gronden kopen die ik al eens eerder heb gekocht. Maar ik wil even hierboven kijken naar de items die alleen vandaag te koop zijn. En ik zie hier een mountainbike die best wel cool is. Een telescoop die heel erg cool is. Legit wil ik eigenlijk de telescoop wel hebben. I'm going full telescope on this one. Bestellen. Ik heb hem besteld, dames en heren. Het kostte wel flink wat ballen. But I did it. En die komt in de volgende aflevering ook binnen, dus dat is nice. Goed, dat was het meer voor vandaag. Tom Nook heeft weer genoeg aan me verdiend. Ik zie al dat hij helemaal golfclubs heeft weten te kopen van mijn hardverdiende klingels. Dus zaken gaan goed, Tom Nook. Oké, goed. Wat had ik nog meer allemaal te vertellen en te doen, jongens? Hè? Oh, ik zie al dat ik zie dat ik post heb. Is het een pakketje van de Nook-catalogus nu al binnen? Nee, toch? Thomas van Appleton. Ubu. wat is dit? In mijn zak stoppen. Hij heeft een cadeautje gestuurd. Oké. Wat heb je gestuurd, Tom? Let me check. Laten vallen. Nee, ik wil hem niet laten vallen, gek. Ik wil hem open doen. Wat heeft hij gestuurd? Openen. Licht vissengraadpakket. Is dit de vloer die ik ook in mijn in real life huis heb? I mean, ik heb in mijn huis een licht vissengraadpakket vloer. Oh, wacht even. Leggen. Horizontaal. Oh! Het is legit de vloer die ik in mijn eigen huis heb. Alleen deze planken zijn wel een stukje groter. Maar dit is cool. Thanks, Thomas. Oeh, kijk. Hacker room. Oh, dit is zo vet. Yo. Cool, Thomas. I like this. Thanks, man. Gewoon een random vloer. Oké, prima. Dan gaan we deze even in de opslag bergen. Goed. Ja, ik ga ook even mijn vissen even in de opberg. Even opbergen. Want ik kan daar nu toch niks mee doen. Ik kan nu niet naar het museum toe. Aangezien die in aanbouw is. Dat gaan we even lekker doen. Wat hebben wij hier? Sphinx. Oh ja, die wil ik even buiten neerzetten. Dat is wel een goed idee.
Had ik ook even mijn inventory gewoon lekker opbergen voor de tocht die wij zo meteen gaan maken. Oké, zo. Ons inventory is lekker geleegd. Die Sphinx, hè. I kind of want to put it here. Ik weet niet waarom, maar ik vind hem episch. Dus ik ga hem hier lekker buiten inzetten. Hier plaatsen. Hop. Sphinxie. Wat een gear show. Kijk hem nou sphinxerig zijn. Kan ik hem even meer naar achter duwen? Ja, ik ga hem wat meer naar mijn huisje heen duwen. Het is wel een light build. Van legit een random Sphinx. Oké, whatever. Whatever. We gaan even naar het strand toe. En dan gaan we daarna lekker op reis met onze net gekochte Nookmaalbon. Wat? Gulliver! Waarom ligt hij hier weer? Hallo? Nee, ik wil geen drijfhout zijn. Mag ik wrakhout zijn? Dat klinkt gewoon stoerder. Bruh, Gulliver? Are you kidding me? Ik heb legit vanmorgen, of nou ja, gisteravond eigenlijk, maar in het stukje aan het begin van deze video, heb ik Gulliver geholpen. Hij was naar huis en hij had mij een cadeautje gegeven, namelijk die Sphinx. Ik heb letterlijk net jouw cadeautje neergezet voor mijn basis. En je bent nou al terug? Maar zelfs het gaat bij de dromen, komt ook deze wel tot een einde. Wie, wat, waar, waarom en waarom krijg je er gratis bij? Hey, jij daar. Waarom maak je me zo lomp wakker? Weet je niet wie ik ben? Oh, jij bent het, Joost. Dat verandert alles. Nu ben ik iets minder boos. Bruh! Wat? Waar dat waarlijk gebeuren over ging? Geen idee. Waarschijnlijk ooit van vis gehoord. Hè? Goed, volgens mij ben ik weer overboord gevallen en hier aangespoeld. Gebeurt wel vaker. Are you kidding me? 2 dagen achter elkaar gaat deze man overboord en spoelt bij me aan. Oké. Hier wegkomen zal een fluitje van een klingel zijn. Ik vraag gewoon hulp met mijn superhandig. Is hij weer kapot? Ah, hij is hem nu helemaal kwijt. Of nee, hij is weer stuk waarschijnlijk. Hij is kapot. Ja hoor. Dit is niet super en helemaal niet handig. Alles in dientjes. Hij heeft het loodje gelegd. Zo te zien ontbreken er ook een aantal marifoononderdelen. Moeten we die weer gaan zoeken? Ja, ik ga dit even skippen. Ik help je wel. Ja, we gaan het gewoon meteen doen. Moeten ergens in het zand begraven liggen. Er zijn er 5. Wederom heeft hij er weer 5 nodig. Het is gewoon exact dezelfde quest. Het is exact dezelfde quest als net. Wauw. Nou, prima. Dan gaan wij jouw marifoononderdelen opgraven, jongen. Dit is geen marifoononderdeel. Dit is een tapijtschelp. Oké, die hebben we niet nodig. Nou, jongens. Dan gaan we. De zoektocht begint. En dat is nummer 1. Hoppakee. Marifoononderdeel gevonden. Nog 4 te gaan. Hallo, grote vis. Zullen we juist even vangen, jongen? Want jij kan zomaar in één keer wat leuk zijn. Grote vissen die naast een pier spannen zijn vaak altijd wel leuk. Maar het zou ook heel, heel erg makkelijk een zeebaars kunnen zijn. Want die hebben we nou wel 10.000 keer opgevist, denk ik, inmiddels. Komt u maar potentiële lekkere vis. Eventueel zeebaars. Oké, de trilling voelt als een zeebaars. Het is een zeebaars. God damn it! Be gone, zeebaars. Had ik al verteld trouwens dat ik een polstuk heb inmiddels? Ik weet niet of ik dat al in de video had verteld, maar I got one. Het is echt, ik speel dit spel zoveel, dat ik gewoon niet echt meer per se weet wat ik nou wel en niet heb laten zien in de opnames. Oh, goddammit. Het is ook moeilijk om, zeg maar, dingetjes te bewaren voor de video, want ik wil gewoon heel graag zelf doorspelen. Hello, Marifoon. There you go. Hoppakee. Dat is er weer een. En er zit er weer. Ja hoor. Gaan lekker, jongens. Dit zal wel de laatste zijn dan. Niet daarnaast, Joost. Iets verder nog. En dit is de laatste. Hoppa! Nou, Gulliver, ik heb je telefoon wederom gerepareerd. Op zich niet echt heel erg vervelend, want hij geeft me leuke cadeautjes. Hij heeft me letterlijk een Sphinx gegeven. Dus ik ben benieuwd wat zijn volgende cadeautje gaat zijn. Gulliver, hallootjes. Hey, heb je alle onderdelen gevonden? Jazeker, kapitein. Alsjeblieft. Wees er zijn nog mee. Zonder twijfel met marifoononderdelen. Kom hier, kleine onruststokers. Nou is ze erin, jongen. Hij is helemaal blij. Ik heb hem helemaal happy gemaakt. Mooi zitten we eens en zien of ik nou weer berichten kan sturen. Nou, stuur maar een SMS. Oh, daar, bemanning. Met mij, jullie broer van andere roer. Luister, het is weer gebeurd. Kunnen jullie me ook komen oppikken? Ik stuur mijn coördinaten en hoor Gulliver over en uit. Het is exact hetzelfde dialoog als de vorige keer.
Nou, alsjeblieft. Ik zal je voor belonen. Zorg dat over een paar dagen je post controleert. Ik ga iets sturen dat je van je flippers zal blazen. Dan moet je wel flippers aantrekken voordat je het pakje openmaakt. Kom maar, ik ben gered. Ongeduldig. IJsbeer op het strand. Nou, oké. Okay. Hij zijn nu wel een paar dagen dood. Laatst zei hij één dag. Nou, ik zwaai van naar hem. Chalas. En we are here. Want wij gaan met het vliegtuig naar een onbewoond eiland. Oké, jongens, we zijn gearriveerd op het eiland. Pak wat je pakken kan. Ik ben heel erg benieuwd of wij een leuke bewoner tegen gaan komen die wij eventjes kunnen... Oh, wow, fossiel. Compleet afgeleid. Nee, fossiel. Kom maar. Hoppakeetje. Juist hem. Dat is nice. Ik wist niet eens dat hij hier ook kon spannen, joh. Ik heb een fossiel opgegraven. Wel leuke bloempjes, maar die bewaren we voor als we echt niks beters kunnen vinden. We hebben wat vissen. Hé, hey, een varkentje. Wat een leuk varkentje. Wat een cutie pie. We gaan even met jou praten, varkentje. Kom maar eens eventjes bij mij. Hallo, niet gedacht dat ik iemand zou tegenkomen tijdens deze tour. Ik ben Gala. En jij bent Joost van het eiland Joostland. Ik vind het leuk dat je even met me komt praten. Een reis wordt nog leuker als je nieuwe vrienden maakt. Dan gaan we nog een keer praten. Ik denk dat het klopt dat je je horizon kunt verbreden door op reis te gaan. In deze andere omgeving krijg ik een heel nieuw beeld van mijn eigen eiland. Het is een oké eiland, maar op mijn eiland is nog plek. Bedoel je naar Joostland verhuizen? Dat is best een interessant idee. Weet je, ik heb, geloof ik, wel eens geïnformeerd of ik daar zou kunnen wonen. Wat grappig dat ik nu een bewoner van Joostland tegenkom. Fijn om te horen dat ik welkom ben. Als ik weer eens thuis ben, ga ik gelijk kijken of ik mijn verhuizing kan regelen. Gaan we doen. Lekker domdoek bellen. Het nadeel is alleen wel, ik zou heel graag daarboven willen komen. Ik heb alleen geen ladder. Dat is een item wat ik helaas nog niet in mijn bezit heb. Dus daar moet het even zonder mee doen. Maar wat we wel even kunnen doen, is deze steen looten. En daar heb ik een mooi trucje voor. Kijk, als we dit op deze manier doen, en lekker blijven rammen, gaat er, als het goed is, op elke vrije spot iets spawnen. En dat kan ijzer zijn, steen zijn of klei zijn. En there we go. We hebben lekker wat ijzerklompjes verzameld. That's how we do it, jongens. Nou is het wel zo dat ik met een beetje kans hier al een leuke stur kan vangen. Dan moet ik een klein beetje klooien met die vissen. En dan zouden ze dus hier kunnen spawnen, op dat plekje. Laten we dat eens proberen. Maar oh, we hebben hier nog een steentje. 6, 7, 8. Hoppa. Volledige buit. Wel jammer dat we weer een kersenboom hebben en geen andere vrucht. Ik wil legit gewoon even een andere soort vrucht krijgen uit deze boom. Maar oeh, hallo, grote vis. Maar het, we hebben eigenlijk tot nu toe alleen nog maar kersenbomen gevonden. Wel kokosnoten, maar die heb ik al. Dus dat ga ik ga niet de moeite doen om die helemaal mee te nemen. Oké, in één keer. Het is een... Volgens mij is het een karper. Ja, die heb ik al eens eerder gepakt. Niet zo spannend. Hé, hey, een rode snappert. Ja, is prima. Is prima, neem hem gewoon mee. Okay, dit is dus de truc om uiteindelijk hier in deze zeebedding hier wat vissen te krijgen. En daarvoor moeten we eigenlijk eerst die vissen daar even weglokken. Zo, op die manier. En dan zou er dus eentje hier kunnen spawnen. Alleen het nadeel is, we kunnen dus niet naar boven daar. Om ze daar ook weg te jagen. Dat is wel vervelend. Ah, het is nou een kleintje. De steurdroom, jongens. Gaan we het voor elkaar krijgen? Dat is de vraag. Een modderkruipertje, joh. Rot er een end op. Ik wil de steur. Hé, hey, is dat een nieuwe? Dat is een visje die ik nog niet... Oh, wel een bitterfontje. Nee, een bitterfontje heb ik wel al gevangen. Het leek legit op een visje die ik nog niet eerder had gevangen, no, maar... Jawel, die is... Oh, vang een bitterfont. Dat was ook nog echt een challenge. Nice. Oké, okay, prima dat ik hem even gevangen heb dan. Is het niet zo dat er op elk eiland ook nog iets van flessenpost moet liggen? Dat staat me iets van bij. Dat hij op elk eiland ligt altijd wel iets van een brief. Verstopt ergens aan de kustkant. Wat we daar eens voor zoeken. En daardoor kunnen altijd wel zeldzame vissen zitten. En met nadruk op kunnen. Ze kunnen er zitten. We kunnen voor de gein wel eventjes wat vissenvoer hier gooien. Om te kijken wat er gebeurt. Ik had 3 vissenvoer meegenomen. Nou, er komt wel helemaal wat kleins. Oké, okay, vissenvoer jongens. Geef me die steur. Is dat een steur? Is dat steur size? Ik weet niet, hij ziet er wel groot uit. Maar niet steur grote. We kunnen altijd even kijken. We kunnen altijd even kijken. Oké, okay, wat gaat het zijn jongens? Gaat het de steurdroom zijn of niet? Het voelt niet als een steur. Het is een vieze forel.
Rot op, joh, met je forel. Ik dacht ook al, van de grootte van een steur had ik wel herkend. Het is namelijk echt een flinke junkel van een vis en niet dat kleine gespuis. We hebben in ieder geval wel een beest, maar volgens mij heb ik deze al eens gevangen. Yep, die heb ik al eens gevangen. Ik vang allemaal dingen die ik al heb, joh. Ik wil nieuwe spul. Nieuw spul. Hey, een nieuw beest. Een Aziatische boktor. Lekker, jongens. Nou, wat ik eigenlijk gedaan heb in de tussentijd, is de hele eiland kaal gehangd. Want ik had ergens gelezen dat als je een eiland helemaal kaal hakt, dat er een kans is dat er een hele hoop vogelspinnen spannen op je eiland. En dat is eigenlijk wat ik zoek nu. Ik ben op zoek naar vogelspinnen. Het nadeel is alleen wel, ik kan dus zeg maar niet boven alles omhakken en weghalen. En dat is eigenlijk volgens mij wel de bedoeling. Maar in theorie zou dus nu ergens vogelspinnen moeten spannen. En als ik heel veel vogelspinnen inlever, kan ik er heel veel geld mee verdienen. En dat is eigenlijk wat ik wil. Of vogelspinnen, of die grote vis. Maar beide lijken niet echt te spannen. Nou, ik heb het een beetje opgegeven met het eiland, jongens. Ik denk dat ik gewoon de resources ga meenemen die ik nuttig vind. En ik denk dat ik nog een keertje gewoon opnieuw naar een eiland ga. Maar dat doe ik wel even in mijn vrije tijd. Mocht ik nog even iets tofs vinden, dan ren ik meteen naar boven en zet ik de opnames aan. Maar voor nu bedank ik jullie voor het kijken naar deze aflevering. Morgen wordt er een hele hoop nieuwe shit gedaan in het eiland. Dus ik ga proberen om opname aan te zetten aan het begin van de dag en niet halverwege de dag. Maar ik denk dat ik alsnog wel een leuke aflevering eruit heb gehaald voor jullie. Dus thanks voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!